Dag reviewvrienden van een heel goed, bijzonder en smakelijk leven. Hoe is het daar? Hier is het goed. Weet je het zeker? Nee, dat weet ik niet helemaal. Ik heb gisteren op het terras gezeten, zoals de rest van Nederland. En omdat het natuurlijk een tijd niet heeft gekund, ben je wat, noem je dat, een beetje gretig, een beetje inhalig. Een beetje van, doe nog maar een beetje. En doe nog maar een rondje. En doe nog een klein beetje. En nog één klein rondje. En hou trouwens die tafel continu nat. Dus we kunnen zeggen dat oma Jan een droge mond heeft, een lichte kater en een bonzend hoofdje. Heb ik het ervoor over gehad? Jazeker, want het was ouderwets gezellig. Mooi! Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Acht met je opgestuurd? Laten we even kijken. Nou! Nou, pak die Vifit. Nu lijkt het net of ik er niet blij mee ben, maar dat is niet het geval. Ik ben er heel erg blij mee. Waarom? Omdat het, dit is toch drinkyoghurt? Ja, omdat het koude drinkyoghurt is. En juist als je net even te lang op het terras hebt gezeten, als je begrijpt wat ik bedoel, heb je de volgende dag zo'n klapperende dorst. En heb je trek in iets kouds, die dat warme lijf een beetje afkoelt. En dat kan natuurlijk met een drinkyoghurtje. Dus ik ben er blij mee hoor. Dus even kijken wat we hebben. Vifit. Rode vruchten met vitamine voor je afweersysteem staat erop. Nou, dat is toch aardig? Hartstikke leuk. Dan hebben we hier perzik. Met vitamine voor je afweersysteem. Ook leuk. En hier sinaasappel. En misschien raad je het al. Vitamintjes voor je afweersysteem. Nu zie ik ook een Nederlands vlaggetje erop staan. Dus komt het dan uit Nederland, die, ja, natuurlijk, het is natuurlijk van Campina, maar waarom staat er een Nederlands vlaggetje op? Ja, dat weet ik niet, dat weet niemand. A toegevoegde B-vitamine en vitamine D. Dus je drinkt jezelf hartstikke gezond. Als je dan eventjes voorbij de suiker kijkt, want het stikt van de suiker. Maar daar gaan we nu niet over zeuren. Even lekker proeven, ik heb namelijk dorst. Beetje droog bekkie. Glazen. Dan beginnen we bij de rode vruchten. Ja, ik had toch verwacht dat dit dan op zijn minst roze zou zijn. Is gewoon wit. Persik. Is dat dan geel? Nee, dezelfde kleur. Of ben ik nog gek? Of zien jullie wel je kleur in? Dat ik... Oh, dit is een klein beetje roze, een heel klein beetje geel. Nou, sinaasappeltje, dat zal dan wel ook een beetje geel zijn. Dat valt ook heel erg tegen. Nou, het is niet echt een kleurenfestival, zeg maar. Rode bosvruchten. Gewoon rode vruchten, geen bosvruchten. Framboos en aardbei staat op het plaatje. Ik moet heel eerlijk zeggen dat je eigenlijk helemaal geen moe proeft van de framboos en aardbei. Er zit 1% aardbei in, 1% framboos. En 0,2% rode bes. Nou, lekker veel. Eigenlijk zit je dus gewoon yoghurt naar binnen te hachelen met ook een beetje fruitextract. Is het vies? Nee. Is het lekker? Ik vind de smaak niet echt lekker. Ik bedoel, de smaak is wel lekker, maar de smaak is niet dat je denkt, hé, rood fruit. Eigenlijk smaakt het naar iets anders. Ik kan het niet zien. Heeft persik dat ook? De vraag is, dat weet ik niet, moet ik even proeven. De persik Vifit is heel erg persik. Dit smaakt gewoon een persik. En dat komt omdat er ook 1% persiksap in zit. God, er zit er weinig sap in, hè? Ja, yoghurt, voedingszuur, citroenzuur, vitamine B2, B6, B11, B12 en D. Nou... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb met 2 glaasjes al lekker wat vitamintjes opgeslobberd. Hoe smaakt de sinaasappel dan? Want laat eerlijk zijn, de persik is wel een beetje aan de chemische kant. If you know what I mean. Ja. 1% sinaasappel. Maar hij smaakt... Heel lekker een sinaasappel. Ja hoor, heerlijk. De sinaasappeltjes vind ik het lekkerste. Nu hoor ik jullie denken, oh maar Jan, jij drinkt dit vast heel vaak. Want je hebt vast heel vaak een droge mond van te lang op het terras hangen. Het eerste deel van de vraag is het antwoord nee. En het tweede deel van de vraag is het antwoord ja. Maar we behandelen het eerste deel. Ik drink dit eigenlijk nooit. Ik drink eigenlijk helemaal nooit zuivel, zit ik net aan te denken. Vroeger zoop ik pakken melk op, dat doe ik helemaal niet meer. Ook geen yoghurt of karnemelk. Ik heb eigenlijk een soort van zuivelloos leven gecreëerd zonder dat ik daar echt over na heb gedacht. Waarom is dat eigenlijk? Oh, ik weet weer waarom dat is. Mijn moeder zei toen van, je krijgt van zuivel, krijg je snot. Krijg je veel snot. Toen ben ik gewoon op een dag mee gestopt. Ik had daarvoor helemaal niet zoveel snot. Ik heb nog steeds niet heel veel snot. Dus ik weet helemaal niet waarom ik dat helemaal niet meer drink. Nou, raar verhaal. Ik heb dit dus nooit in huis, ook niet voor mijn kinderen. Ik zal eens vragen of ze het missen. Of dat ook een deel is van hun opvoeding dat ze missen. Ja, kan toch dat ze zeggen, ja pap, leuk en aardig, je doet je best. Maar we hebben nooit Vifit in huis gehad. Beetje jammer, dat wil ik niet achteraf horen. Dus het gesprek ga ik vanmiddag even aan. Maar daar gaat het nou niet om, het gaat om de cijfertjes. Beste Campina, als je iets maakt waarop staat rode vruchten, zou het fijn zijn als het ernaar smaakt. Nu heb je bij elkaar 2,2% rode vruchtensap erin gemieterd. En dat is heel veel, want hier zit maar 1% perzik en hier zit 1% sinaasappel in. Alleen deze smaakt het minst, terwijl daar het meest in zit. Dat is een beetje gek. Zal ik eens een beetje naar gaan kijken. Deze, die krijgt van mij een 6. Vies is het natuurlijk niet. De perzik smaakt wel naar perzik, ondanks dat er maar 1% sap in zit. De vitamintjes, die zullen hun werk wel hebben gedaan. Deze die krijgt voor mij een 7, want deze is een stukje lekkerder dan die. En dan krijgt deze voor mij een 8. Want de Vifit sinaasappel is mijn favoriet. En ik zou je sterker wat vertellen, die ga ik ook iets in geheel opdrinken. Hè? Dan kan ik altijd zeggen, als ik mijn moeder spreek, mam, ik heb zuivel gedronken met vitamintjes. Is die ook weer blij?